Hey mensen, hier kijken we naar Spooky Sessie Delft en welkom bij een nieuwe aflevering van GTA Online. Ik ben hier vandaag met Mr. Tuning 1990. Hallo Mr. Hallo. Tuning. Wij gaan hele gekke races doen. We gaan echt races doen die we waarschijnlijk niet gaan halen. En als we die gaan halen, dan heb ik het onderschat. Maar we gaan het vooral hebben over nieuwe game nieuwtjes. Nou ja, nieuwe game nieuwtjes hoeft niet per se. Het kan ook van een week geleden zijn. Kan ook van 2 weken geleden zijn. Kan zelfs nog van een maand geleden zijn. Maar nieuwtjes die ik graag wil vertellen. Dit is getest met een battie. Nou ja, ik kies wel die race battie. Ik niet. Ik heb een roze. Ik kies wel deze race battie en ik maak er een barago van. Ja, ik heb weer wat leuke game nieuwtjes. En het eerste nieuwtje wat ik heb is dat vorige week No Man's Sky eindelijk goud is gegaan. Yes. No Man's Sky gaat eraan komen en ik ben nog steeds best wel benieuwd. Ik weet eigenlijk helemaal niet of dat een vette game wordt, maar simpelweg door wat het is, wil ik het toch wel gewoon. Wil het gewoon. Ja, eigenlijk is het helemaal niet zo'n goede game voor ons handen. Hoezo niet? Ik ben al gauw zo op deze manier de weg al kwijt. Laat staan in No Man's Sky. Dat is gewoon niet mogelijk elkaar te vinden. Ja, wij gaan elkaar nooit vinden, dat klopt. Maar dat maakt niet uit, toch? Nee. Ja, je hebt zoveel mooie dingen om te ontdekken, dus ja. Wat moet dat eigenlijk? Ja, precies. Gewoon lekker ontdekken en vergelijken wat je dan, zeg maar, mee bezig bent. Waar je mee bezig bent. Oh, crap! Oh, 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 nee, dat gaat me niet lukken meer. Nee. En respawn. Oké, maar dus, hij tweette, No Man's Sky just went gold. And from a tiny team, dus van een klein team, dan 4 jaar lang zo'n project beginnen. Geweldig, vindt hij. Nou, ik ben... Ik ben heel erg benieuwd wat hij ermee gaat doen, echt waar. Ik ben heel erg benieuwd hoe de game uiteindelijk wordt. En of de game ook wat gaat worden. Want ja, we weten nog steeds heel weinig. Auw. So do you. We weten eigenlijk heel weinig over de game. Maar, ja... Laten we weten, ben ik nieuwsgierig, hè? Ja, precies. Ik wil het eigenlijk gewoon spelen. Klaar. Ik wil het gewoon spelen. Nou, volgende nieuwtje is dat Rise of the Tomb Raider, wat een nieuwe Tomb Raider is, die ik nog steeds had opgenomen, alleen eigenlijk nooit mee verder kon gaan. Ook een beetje door graphics problemen. Nou, ik kom hier gewoon niet langs, jongens. Wat is dit nou weer? Ik zie niet waar het midden is. En ik word steeds gesetbacked hier. Ah, kijk. Nee! Ik kan hem niet naar het midden houden. Mijn stick is te sensitive, man. Mijn stick is zo sensitief dat als ik 1 beweging maak, dan is het klaar. Dan is het gewoon klaar. Maar Rise of the Tomb Raider, die krijgt dus DirectX 12 support, hè? Oh, cool. En dat is best wel heel erg vet, want DirectX 12, die op de nieuwe kaarten, werkt die gewoon een stuk sneller. En een stuk beter. Dat is gewoon weer een betere DirectX. En, wat ook heel handig is, is dat hij multi-GPU gaat ondersteunen. Dus SLI. En dat is voor mij bijvoorbeeld wel handig, want ik heb nog 2 wat oudere videokaarten. Maar hij gaat dus die SLI ondersteunen. En ja, het enige probleem is met DirectX 12, dat het alleen voor Windows 10 is. En ja, dat heb ik at the moment nog niet. Windows 10 zou uiteindelijk dus wel echt moeten gaan halen. Hey, ook hier. Ja, ik was eventjes aan het vinden daar. Maar ik zou het uiteindelijk wel moeten upgraden. Ja, het gaat moeten gebeuren. Want ja, er komen uiteindelijk overal alleen maar de DirectX support op Windows 10. En Windows 10 wordt dus een besturingssysteem dat blijft jarenlang. Blijft dat gewoon bij ons. Want dat wordt echt een besturingssysteem dat ze gewoon constant updaten zoals bij... de Apple gebeuren. Oh, we moeten daar langs. Oké. Dan een nieuwtje over Evolve. Evolve. Oh, gefaalde game. Dat is die gefaalde game van de makers van Left 4 Dead. Ja. Met al die monsters en zo. Evolve heeft ervoor gekozen om free-to-play te gaan. Cool. Evolve gaat free-to-play. Iedereen gelijke kansen. Mensen die het hebben gekocht krijgen wel Founders Edition en weet ik veel wat. Maar dat is niet eens alles. Ze gaan ook nog eens de Hunter Classes reworken. Dus ze reworken heel veel shit.
Ze maken improvements aan de mappen. Ze gaan improvements maken aan de... Waar moet ik in godsnaam heen? Ik heb geen idee waar ik heen moet. Oh, daar. Ze gaan improvements maken aan de UI. Dus alles wordt eigenlijk vernieuwd. Holy crap. Alles wordt vernieuwd. Ze gaan improvements maken aan de laadtijden. Heel belangrijk. Want die laden echt like shit. Ze gaan improvements maken aan de overall performance. Ze gaan improvements maken aan hoe makkelijk je in een game gaat. Ja, shit. Ik moet echt even eigenlijk concentreren op de game. Maar dat gaat niet lukken, want ik wil nu iets vertellen. Want je ging dus fucking langzaam in de game. En ze willen dat verbeteren. Hoe snel je in de game komt. Oh my god. Ja. Het is zo sensitief, mijn game. Ze gaan ook reworken het progressiesysteem. De tutorials gaan ze reworken. En er komt meer customization in. Bam. Hoppa. Eigenlijk een hele nieuwe game eigenlijk. Ja, inderdaad. Ze willen de game... Ze geloven nog steeds in het concept van de game. Ze zijn nu alleen van mening dat het gewoon verkeerd uitgewerkt is. Nou, ik hoop dat het hun gaat lukken bij Evolve. Want ik ben dan toch wel een klein beetje benieuwd hoe ze dat gaan doen. En eerst zal hem denk ik sowieso gaan spelen, want die speelt dat altijd. Dat soort spellen. Wie? Mijn neef. Ah, oké. Allemaal Team Vortex en zo, allemaal daar free-to-play... Team Vortex? ik zei Vortex. Team Vortex en... Vortex! Team vier Fortress! Banen. Ja, goed hè. Team Fortress. Je might fuck jezelf gewoon. En Planetside speelde ik bij. Planetside, ja, die ken ik nog wel. Dat is van de makers van Age of Zero. Yep. Was dat erg? Wat zei je? Of waren van de makers van Age of Zero? Nee, nog steeds. Ja, maar niet die makers. Hoe bedoel je niet die makers? Omdat het nou toch een ander team is. Het is ook Daybreak. Ja, true. Oké. Okay. Yeah. Ja. Plants for Planet Size 2. Die, zei ik Planet Size? Ja, ik zei Planet Size. Planet Size 2, die wordt gewoon gemaakt ook door Daybreak nu. Maar ja, inderdaad, het zijn wel andere teams die eraan werken, als je dat per se zo bedoelde. Mm-hmm. Ik ben dus wel benieuwd of Evolve nog wat gaat worden. Want ja, iedereen was zo hyped. Ik weet nog echt dat iedereen zei, ga je Evolve spelen? Ga je Evolve spelen in mijn streams en chat? Ik heb nog nooit iemand er meer horen zeggen nadat het is uitgekomen. True. Evolve wordt zo vet, hè? Dat soort dingen, dat hoorde je zo vaak. Dan hebben we een nieuwtje over Pro Evolution Soccer. Aha. Die komt uit op 15 september. Dat is 2 weken voor FIFA. Best wel slim van PES. Mm-hmm. Ze zijn heel erg zelfverzekerd over hun game. Het heeft ook al meerdere reviews gehad die super positief waren. Maar dan echt knijter positief. Nou, hebben ze ook details vrijgegeven over hoeveel players online kunnen. 22 man in totaal tegelijk online. Alle My Club Modes info is vrijgegeven. Maar vooral dus de release date. En dat is 15 september. En vanaf dag 1, ze hebben het beloofd, de volledige updates van de transfers. Want ja, het is natuurlijk zomertijd, dus al die spelers veranderen van club en weet ik veel wat. Maar they are coming. De transfers gaan komen. Dus die komen er meteen in. Ja, dan hebben we Call of Duty. Oh ja, dat spel waar, wel. Hoor. Ja, en daar is ook wat nieuws van, Timo. Oké. Okay. Er zou early in deze Call of Duty cycle zijn gepitcht voor een Call of Duty Roman Wars. Romeinse tijdoorlog. Het was een pitch van de makers van Skylanders, die ook de makers waren van een Call of Duty. Die hebben dus gepitcht van, we moeten een Romeinse tijd Call of Duty maken. Nou is dat niet gelukt. Ze hebben 1 level gemaakt en Activision heeft het meteen gezegd, nee, gaan we niet doen. Klaar. Dat zal ze nog spijt hebben. Denk je dat ze spijt hebben? Nee. We kennen het niet. Nee, ik denk dat ze geen spijt hebben, want dit verkoopt nog perfect voor kids.
Ja, negatieve reclame is ook een reclame natuurlijk. Ja, je zei weer reclame. Je zei weer reclame. Ja, reclame. Hey. Ja, precies. Hé, hey, je hebt een spooky logo weer op je jack. Ja, het bukt een keer weer niet. Ja, holy crap, want dat bukt hem toch altijd. Ja. Maar ik zie hem ook nog in best goede kwaliteit op je jack. Ja, maar dat heb jij ook over best goede kwaliteit gedaan. Auw. Maar goed, dat is helemaal weer. Ja, nee, maar dat is voor het eerst. Ja. Om eerlijk te zijn. Iets wat in GTA wat doet. Hey. Ja, iets werkt in GTA 5. Holy crap. Nou, wat een baan, hè? Ja. It's gonna get way worse. Ja, dit was echt een crazy baan. En we gaan nu kijken of we de andere baan kunnen halen. Nou ja, Timo heeft hem gehaald, deze baan. Ik heb hem gehaald, deze baan. Ik heb hem een ronde gehaald, hè? Ja, nou ja, prima. Dat is toch ook gehaald? Ja, true. Ik bedoel, ik was veel slechter als jou. En de volgende baan heeft de naam. Daar gaan we dan. Ja, eerst nog even keihard een geluidje. Pff, ik weet geen idee waarom. Ik weet geen idee waarom. Ik heb geen idee waarom die dat zijn. Omdat wij in de wolken zijn tussen de vliegtuigen, Sander. Oh. Tussen de vliegtuigen. Die camera werd door die vliegtuig aangevlogen. Ja. Zo, bam. Ja. Welkom bij City Jumps. Ja. Oh, damn. Ja, City Jumps. We gaan City Jumps spelen. Terwijl ik het volgende nieuwtje vertel. Eerst nog over die Romeinse tijd trouwens. Er werd gezegd, the game concept was proposed by a former employee while working at studio. Ze hadden een prototype. And only a single level was created. En het werd gewoon instantly door Activision gezegd, nee, gaan we niet doen. Gewoon klaar. Ja. Nou, ik ga met de auto met Zentorno als naam. Zentorno. Dan hebben we Red Dead Redemption nieuws. En nee, geen Red Dead Redemption 2, maar dat Red Dead Redemption... Vorige week, dat vorige week Red Dead Redemption op de Xbox One is verschenen. Als backwards compatible game. Dus niet dat ze gewoon geëmuleerd, zeg maar, zoals wij een emulator. Mm-hmm. Red Dead Redemption wordt geëmuleerd vanaf de Xbox 360 naar de Xbox One. Mensen kunnen het nu gaan spelen. DLC was zelfs gratis. Van Red Dead Redemption. Dus dat is wel echt heel cool. Voor de mensen. Maar ja. Dat is wel mooi nieuws. Want Red Dead Redemption. Heel veel mensen willen deel 2 zien. Maar ik zou je zeggen. Met 600% is de verkoop van de game Red Dead Redemption toegenomen. Oh. Oftewel, mensen willen die game wel even kopen. Huh. En ja, wie weet is dat wel een leuk verkooppuntje voor de Xbox One natuurlijk. Want PS4 gaat het nooit lukken. Ja, met PlayStation Now. Dat je moet streamen. Maar als je de PlayStation 3 zou willen emuleren. En zou denken dat ze dat kunnen doen. Don't even think about it. Oh, waar ga ik heen? Don't even think about emulating de PS3. De PS3 is zo'n moeilijk systeem. Zit zo moeilijk in elkaar. Dat duurde ook gewoon echt een half jaar langer om er een game op uit te brengen. Zo slecht zat de PS3 in elkaar voor game developers. Dat de game. Het systeem is ook zo moeilijk. Met ingebouwde en interne chips. Aan een moederbord en weet ik veel allemaal wat. Dat je nooit een PlayStation emulator zou zien op de PS4. Dus backwards compatibility zou amper mogelijk zijn op de PS4. Want de PS4 zou denken: wat is dat voor een rare apparaat? Dat kunnen we niet smooth draaien. Waar de Xbox 360 wel een heel makkelijk apparaat was. Ja, dan nog meer over de Xbox. Microsoft zegt dat al hun games die ze zelf publiceren, zoals Gears of War, dat is ook van Microsoft Studio. Vanaf nu wordt dat Play Anywhere. Oftewel komt die ook in de Windows 10 Store. Elke Microsoft Xbox game. Elke game die exclusief wordt gereleased door Microsoft Studios op de Xbox One, komt dus ook naar Windows. Want dat hoort allemaal onder dat Play Anywhere geval. Ja. Oké. Dus dat betekent eigenlijk alleen maar iets moois. En nog meer redenen waarom ik geen Xbox One ga halen. Want ja, als ik die games dan wil spelen. Ja, gaan we inmiddels niet. Ja, dan komt die al op PC. Dus ja. Ik vind het alleen maar goed dat alles nu ook op de PC uitkomt. You committed suicide, what the fuck. Ja, GTA logica, je landt op je achterkant. Oh, wauw. Dan hebben we iets van Sony. Van PlayStation. Ja, we gaan ook nog de andere kant op. Van Microsoft gaan we naar Sony.
En dat nieuwtje, dat is... ja, ik vind het eigenlijk jammer. Ik vind het eigenlijk heel jammer. Dat nieuwtje is dat Adam Boyes, die gast van Sony... Ja? Die vertrekt. Oh. Die gaat weg. Dat is pittig. Adam Boyes gaat weg bij Sony. Hij zegt, ik heb 4 geweldige jaren gehad, maar hij wil zich weer in het game developer wereldje, wil die weer zich verscharen. Dus daar gaat hij heen. Game developing world. En ja... I'm sorry to see you go, Adam. I'm sorry to see you go. Maar hij vond het geweldig in alle mogelijkheden die hij kreeg. Adam Boyes die heeft ook relatief veel van die hele vette persconferenties gehouden tijdens E3. Je kent hem ook wel van gezicht. En je kent hem ook wel van als de man die de game kreeg van Shuhei Yoshida. Ook iemand van PlayStation. Oh, die. Bij de video van... How to trade your games on PlayStation, aangezien de Xbox... Die vet cynisch was toen niet, hè? Ja, die was zo cynisch, want Xbox die liet duidelijk blijken dat op de Xbox One kan je je games niet meer delen met je vrienden. Want het wordt echt aan je account gebonden. Dus PlayStation kwam toen met een reactievideo. Hoe moet je je game delen met je vrienden? Geeft iemand en persoon 1 geeft doosje aan persoon 2. Alsjeblieft. Ja, en dan is het alsjeblieft. En dan zegt die ander... Oh, bedankt. Ja. Oh, thanks. Ja. Dat was wel een keer geweldig. Geniaal. Ja, dat was echt geniaal. Dat was zo super geniaal. Dat was niet normaal. Ja. Er gaan ook geruchten dat Sony, nogmaals Sony. Sony. Dat die met een adapter komen. Adapter, ja. Ja. Voor de PC. Waardoor je draadloos je PlayStation controller kan gebruiken op je PC. Weet je wel, zo'n USB-adaptertje. Ja. Er gaan geruchten dat ze dat aan het maken zijn. Ja, ik kom hier maar niet op, Timo. Ik kom hier maar niet op. Het zijn nog wel geruchten en zo. Omdat ze wat blueprints hebben gevonden. I would buy. Wat? Ik kom er niet op. Ik kom er ook niet op. Dit is heel apart. Maar aan de specificaties is te zien dat er gebruik wordt gemaakt van Bluetooth-technologie. Dat heeft de PS4 sowieso al ingebouwd. Dus eigenlijk kan je eigenlijk alleen maar bijna zeggen dat het gewoon een zo'n adaptertje wordt of zo. Ja. Are you kidding me? Ik kom zo klaar. Ik weet niet hoe ik deze moet halen. Nou ja, en dan als allerlaatste nieuwtje hebben we de Sony over de PS Vita. Ze hebben eindelijk... Wat? Hoe dan? Met die achterkant tegen de Facebook-gebouw aangaan en dan gewoon iets naar links sturen en dan gewoon alleen maar gas geven rechtdoor. Linkerbaan moet je kiezen. Ik snap niet wat je bedoelt. Precies wat je daar doet, alleen dan eigenlijk staat het vanaf Jezus. Verder gebouw. En je moet recht omhoog gaan. Ja, nee, dat snap ik. Jezus. Nu doe je net alsof ik een kleuter ben. Jezus. Ja, sorry. Oh, je moet recht omhoog gaan. Nou, ik dacht dat ik via de zijkant moest. Nou, we hebben hem niet gehaald. We got the DNF. Wat een kutjump. Ja, dat was het nieuws van deze keer. Alleen over de Vita dus. Ze zeggen dat was niet voor E3. Want onze markt ligt in Japan. En op E3 in de VS en Europa kijkt daar vooral naar. En daar past de PS Vita simpelweg niet meer tussen. Dat is wat er gezegd wordt. Maar men probeert de Vita nu wel bij kinderen te fixen. Minecraft is heel populair op de Vita bijvoorbeeld in Japan. En de tijd zal het leren, zeggen ze. Maar ze zeggen ook dat er ook gewoon goede producten. De games komen vanzelf wel, zegt de Japanse president van PlayStation. De games op de Vita gaan vanzelf komen. Nog altijd. Dat zeggen ze. Sommigen vinden dat het uitgestorven is. Ik bedank jullie voor het kijken. Laat even een duimpje omhoog achter. Volgende keer dus... Gekke nieuwtjes uit de wereld. En tot de volgende keer. Doei doei. Later. Herkennen dat er een auto voor hem zat. Omdat alles over de licht raakte. Want hij was zo wit, dat busje. Dat was niet normaal. Dus, de Tesla. De Tesla begint gas te geven. En een keiharde crash.